kattenkwaad of een sfeeractie. Deze jonge haantjes ruiken in elk geval onraad en zijn er als een haas vandoor. Kwik, dat kan alle steun wel gebruiken in deze fase. Staat maar één puntje boven de promotiedegradatiestreep. Maar ondanks dat heeft Paul van der Zwaan al te kennen gegeven dat hij zijn 10e seizoen ingaat als coach van Kwik. Heeft het dus bijzonder naar zijn zin in Den Haag. Sportlust is de tegenstander, dat vindt de lat. Met een kopbal van El Mahdi, twee keer dan van de lijn gered door Thomas van Haafden, de rechtsback die bekend staat om zijn vele goals. Maar nu is hij achterin, de reddende engel. Kwik won de laatste twee thuiswedstrijden, maar verloor de laatste twee uitbeurten. En ziet hier de inzet van Yuval Çekli net overvliegen. Buitenom kwam ook nog Jurie Duisterhof op. De aanwinst van ARC uit Alphen, één niveautje lager. Kwik heeft het lastig in de openingsfase. Sportlust is op papier de betere ploeg. Staat derde. Kwik is de nummer 12. Maar hier is zowaar de mogelijkheid. En komt Kwik op voorsprong via Boris van der Wiel. Het is zijn eerste dit seizoen. En het gebeurt na mistasten notabene van buitenspeler Wessel Meiring. En dan kan ook aanvoerder Martijn Jansen het niet meer oplossen. En zo maakt van der Wiel er halverwege de eerste helft 1-0 van. Uit het niets. Eerste serieuze kans. Maar de ontevredenheid begint toe te slaan bij Jochem Twisker, trainer van Sportlust. Als die ploeg nog titelaspiraties wil hebben, moet er gewoon gewonnen worden van Kwik. Dat hier eruit lijkt te komen, maar dit moet dan buitenspel zijn. Ricky van Mierlo wordt weggestuurd en hier is te zien, of eigenlijk nou ja, bijna niet te zien, dat het buitenspel is. En bij twijfel hoort de assistent scheidsrechter natuurlijk niet te vlaggen. Eerlijk is eerlijk, Van Mierlo maakt het ook niet af. Maar met een klein beetje meer motivatie, zonder fluitsignaal, was het misschien wel gelukt. Hier komt Sportlust met Al Mahdi buitenom, over de knie bij Stijn Wijsman, die hem neerlegt. Scheidsrechter beslist, vrije trap buiten het 16 meter gebied. Lastig te constateren. Maar wel een vrije trap op een perspectiefrijke plek met Jansen. Zijn inzet wordt van richting veranderd. En zo kijkt Sportlust halverwege tegen een 1-0 achterstand aan op Nieuw-Hanenburg. Maar als toetje, of beter gezegd als opwarmertje naar deze wedstrijd, de Haagse derby tegen HBS onder 19 werd gespeeld en na strafschoppen gewonnen door Kwik. Dat hier via Van der Wiel dicht bij de 2-0 is. Ook zijn inzet wordt door een tegenstander van richting veranderd. Ja mevrouw, dat is een bekertje op het veld gooien. Het gaat wat ver om hier voor de wedstrijd te staken, dus we zien het deze keer maar even door de vingers. Hoekschop voor de Haantjes. Met altijd Bouyaouzan achter de bal. Dan Visser die uithaalt. En dan is het binnentikken voor Thomas van Haafden. Hij staat weer eens op de goede plek. 7 goals in een seizoen als rechtsback. Sterker nog, in een half jaar. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Hij maakt komende zomer de overstap naar de tweede divisie. Gaat spelen bij Rijsburgse Boys. Romero Antonioli, de keeper van Sportlust, is geklopt voor de tweede keer. En Sportlust zit in de problemen. Na rust maakt Kwik een disciplinaire indruk, of gedisciplineerde indruk, dat kun je beter zeggen. Met onder andere de ervaren Philip Kouwenhoven als invaller. Veel rust in de ploeg van Paul van der Zwaan, die het hier kan afmaken en dat gaat ook gebeuren. Erben Lemmers geeft het laatste zetje. Hij begon de wedstrijd als linksback, is na die invalbeurt van Kouwenhoven een linie opgeschoven en wordt hier over het hoofd gezien. En maakt het heel nauwkeurig af. Viert het met Van Haafden. De twee mannen die als backs begonnen. Zij zijn allebei trefzeker. Lemmers voor het eerst dit seizoen. Misschien is hij wel de uitblinker bij Kwik. Dat sowieso uitstekend voor de dag komt. Met name na rust. Ruimtes worden alsmaar groter. Sportlust kan het niet meer bolwerken. Gaat op een verliespartij getrakteerd worden. De vraag is of er nog een doelpunt bij kan komen voor Kwik. Van Haafden van dichtbij. Nu is het niet raak, maar de uitslag die ligt er niet om. 3-0
voor de ploeg van Paul van der Zwaan, die daar heel blij mee is. Zich wat lucht verschaft in de winterstop met het oog op het ontlopen van degradatie. En Van Haafden is een van de gevierde mannen. 3-0. Sportlust wordt met het schaamrood op de kaken huiswaarts gestuurd. En voor Kwik worden het hoe dan ook heerlijke kerstdagen.